Het waterschap Zuiderzeeland en de hengelsportvereniging Lelystad Dronten hebben de handen ineengeslagen en laten onderzoek doen naar de kwaliteit van het water en de visstand in twee poelen. De verschillen zijn namelijk opvallend groot, merkt Johan Govers van de hengelsportvereniging. We zijn eventjes aan het monitoren of wij hier nog een goede evenwichtige visstand hebben. Omdat het water enigszins troebel is, zijn we erg benieuwd naar of we de hoeveelheid soorten kunnen traceren hier. Vanochtend zijn ze in de waterpoel De Gilde begonnen met onderzoek naar de visstand. Een teveel aan een bepaald type vis kan vertroebeling veroorzaken, waardoor ze hier last kunnen krijgen van blauwalg. We denken dat hier teveel bodemwoelende vis zit, maar we weten het niet. We zijn nu momenteel aan het elektrisch afvangen hier en zometeen gaan we weer met een zege erdoor. En dan zullen we zien wat er boven water komt. Martijn Hokke van het waterschap Zuiderzeeland is benieuwd hoe het komt dat hier een onevenwichtige visstand is. Zeg maar waarom hier te veel vis is. Een onevenwichtige visstand komt soms door visuitzet, doordat het water te voedselrijk is. Of ligt het aan de visstand? Is er bijvoorbeeld misschien sprake van illegale visuitzet? Govers denkt dat er nog een speler in het spel is, de rivierkreeft, waarvan ze er vandaag al 4 opgevist hebben. Ik denk dat we te veel last hebben hier van de rivierkreeft. Die zag ik net ook uit de emmers komen, hè? Die kwamen net ook uit de partij, ja. De boosdoener zou de Amerikaanse rivierkreeft kunnen zijn, een exoot die de verstoring veroorzaakt. Maar het zou dus ook kunnen liggen aan de illegale visuitzet. En de ene wil snoek en de andere wil karper. En als je een snoekaanhanger bent of een karperaanhanger bent, dan pak je soms wel eens de vrijheid om je eigen omgeving daarin te beïnvloeden. En dus tot uitzetten over te gaan. Dat gebeurt helaas. Ze zijn hier nog tot woensdag onderzoek aan doen en daarna moet het mysterie van Dronten opgelost zijn.